Hallo buurman. Hoi buurman. Hoe is het met jou buurman? Ja goed buurman. Ja buurman. Hallo buurman. Hey buurvrouw. Vandaag speel ik weer een map van een kijker. Samen met de Rubin. Jongens, welkom allemaal bij deze nieuwe video. Robin en ik staan hier in de map van buurman. En buurman, die hadden vorige keer een hele leuke gemaakt voor ons. En nu een nieuwe. Maar nu voor twee. Vind je dat nou leuk? Nee. Like dan even. We gaan voor 3000 likes, man. Bij 3000 likes... eet ik geen koekje op. Oké, Robin, de bedoeling is... leg jij de bedoeling eens heel snel uit. Blokken, klikken, breken. Dat is het. We hebben hier verschillende mappen die we moeten gaan spelen. En we moeten bij elke map... En bij elke map moeten we het goede hoofd bij de goede speler zetten of zo. Ja, nou ja, ja... Zoiets. De uitleg. In elke buttonblok... zit een minigame. Als we die minigame hebben gehaald, dan krijgen we een boekje met een tip of een hint over een persoon. Die moeten we uiteindelijk koppelen aan het juiste blok. Verder weet ik het ook niet, want ik heb de map niet zelf gemaakt. En dat zou ook niet leuk zijn. En dit is veel te langdradig. We gaan beginnen. Gebruik de pickaxes alleen bij de volgende levels en het einde. Neem er beide één mee. Wil jij buurman rood zijn of buurman geel? Wacht, ik wil wel geel zijn. Ik wil wel rood zijn. Jij bent rood, ik ben geel. Oké, prima. Ik heb de pickaxe. Level redstone en level quartz hebben we alleen de pickaxe voor nodig. Dus we moeten hem eigenlijk hier laten nu. Dit is helemaal geen redstone. Nee, dit is helemaal geen redstone. We zijn geskipt. Oké, laten we beginnen bij persoon ijzer, oké? Gaan we de pickaxe niet meenemen? Nee, die hebben we nog niet nodig, zie je? Persoon ijzer, laten we gaan. Parcours! Oh nee, we moeten parcouren. Oh, maar ik vind het op zich echt wel lijp, hoor. Het ziet er wel heel leuk uit. We zijn in een soort boerderijplekje. En we moeten parcouren. Nou, het lijkt me dat je inderdaad hier moet beginnen. En dan hier erop. Ja. Maar waar moeten we heen parcouren? Weten we dat al? Hier. Ik via de bloempot inderdaad hierheen. Gas, je bent zo slecht. Hier. Oh, ja. Ja, dat is echt niet normaal. Hierheen. En dan... Hé, daar komen we in de bar. Nee! Ik dacht dat ik er eenmaal kwam. Ja. Anja. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Jij niet. Laat me leven. Wil je nou trouwens ook zo een leuke map maken en opsturen naar mij? Ja. Dan kan je naar deze mail doen. Oké, ik ben in de schuur, Robin. En ik wacht wel op jou. Hallo. 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 Ja, kom. We gaan naar beneden. Oh, ik dacht dat we hier naar beneden moesten. Oké, nu is de bedoeling dat we ontsnappen uit de barn. Maar hoe gaan we dat doen? Uit de barnyard, de barnyard, de barnyard is voor mij. Hey, barnyard, we hebben hem gevonden, hè? Barnyard, ja. Ik heb hem gevonden. Hoppa! Zo, en dan? En nu? En nu moet het... Het is echt een escape room. Hier is water, maar dan moeten we niks. Ja, waarschijnlijk wel. Dat moet wel. Nee, dat moet niet, eigenlijk. Dat is allemaal bullshit. Waar moeten we heen? We moeten uit dingen ontsnappen. Iets over het hoofd zien. Zit er hier niet ergens een knop of zo? Kunnen we die hier niet gewoon uit, zo? Ja, hier zit de knop. Kunnen die hier gewoon uit? Hier nou! Zal ik op de knop klikken? Oh, goed gedaan! Ja! Oké, ik heb een boekje. Persoon Iron. Deze persoon zorgt voor jouw brood op tafel. Ik denk dat René of Floor is. Waarom? Neem ik aan. Ja, het gaat toch over de Content Veen spelers? Ja, maar misschien ben ik dit wel, hoor. Dus, Zo'n brood op mijn tafel. Ja, ik weet dat René en Floor eten voor mij regelen altijd in Content Veen. Ja, maar wat moeten we nou met dat blok dan? Het ijzerblok? Ik hou hem bij. Gaan we die even hier doen? Doe maar hierin. Bewaar het blok maar wat we gekregen hebben hierin. Ja, oké. Dan gaan we nu. Okay. Nou, kijk, hij is ook groen geworden. Gaan we nu naar persoon Diamond? Kill alle monsters. Oh nee. Oh. Oh nee. Oh, dat zijn guardians. Robin! Robin! Het zijn er zoveel. Oh, maar ze doen geen damage. Of wel? Oh, waarom hebben ze toorns? Oh, heb je er al één? Waarom moeten we er zoveel killen? Ik vind het echt leuk gedaan. Oh, het is wel heel leuk gedaan. Ik heb er ook één. Au, hij doet pijn. Oh, ja, hij wil harde pijn doen. Dat vind ik lekker. Nee, dat vind jij niet lekker. Nee, dat klopt trouwens. Oeh, dat vind ik eigenlijk best wel zielig wat we doen. Nee, dat is helemaal niet zien. Kijk maar hoeveel lelijke vissen dit zijn. Nou, hou op. Dat vind ik zielig. Ja, is wel dood. Oké, ik zag hier al een button. Hier. Nee. Wat is dit? Even. Dit is geen button. Lever. Oh, dit is een vis. Kijk dit. Dit is een dolfijn. Nee, dat is een dolfijn, jongen. Aap. Lever. Oh, moeten... ik heb een lever hier. Heb je een lever gevonden? Oh. Go. Dat was hem. Go. Nee, zo'n GG. Dit persoon waakte over het zand. Ja, dat is de zandhex. Dat is de zandhex, ja. Oké, dan... Ik heb ook zoveel troep bij me nu. Dat doe ik wel even in de link of zo. Oké, dan hebben we persoon... Waarom krijg ik je bewaart het zo. Oh, je bewaart het zo. Wat slim. Dit is slim bewaard. Oké, we gaan door naar persoon Lappies. Ja. Speel het spel. Oh. Oh, maar deze, wat moeten we doen? Wacht even hoor, wat gebeurt er? Eén omhoog. Moet ik dan... Een patroon... Zit jij nou in het spel? Je zit in het spel!
Oké, wat is de bedoeling? Moet ik voor jou spelen? Oh, wacht, kom eens. Wacht, als ik op een van die pressure plays, hier in blauwe sta. Ja. Oh, kijk, we moeten parcouren. Oh. En dan... Zo, zo. Wat gebeurt als ik op een ander sta? Niks. Als ik op die sta? Huh? Oh, jij moet er één parcours. Oké, dat kunnen we. 1. Mario. 2. 3. Snel. 4. Snel. Oké, spring in. 3, 2, 1. Spring. Ah ja. 3, 2, 1. Spring. Opnieuw. Gast, dit is zo leuk. Dit is echt heel leuk gedaan. Je moet wel rustig gaan. Dit is echt zo leuk gedaan door de buurman en buurman. Schiet op. Go, springen. Robin! Zo slecht. Deze map is overigens gemaakt door Fastpo en Doevoet. Ik zou dat neun. Go! Ja, we hebben hem! Zieke gamer! Persoon Lappies, deze persoon is gefaald voor de politiecompetitietraining. Oké, daar hebben ze het natuurlijk over Inno. Laten we die hier doen. Die is 100% Inno. Deze persoon is gefaald voor de... Even backstory. Inno heeft de politie sporttest niet gehaald. Hey jij daar. Vind je dit nou nu al een leuke video? Laat dan zeker even een duimpje achter. We gaan voor die 3000 likes. Want ja, dan eet ik nog steeds niet je koekje op. Maar misschien ook wel. Abonneer ook zeker even. Zet de notificaties aan. En laat even weten welke buurman jij leuker vindt. Buurman of buurman. Ja? Ja. Oké, dan gaan we naar persoon redstone, wat geen redstone is. Wat? Oh, daar moeten we de pickaxe voor meenemen. Eén iemand moest die meenemen. Is dit de redstone? Oh, dit is de geel. Maar ja, geel hebben we voor kwarts nodig. Oh ja, dan heb ik hem. Dus dan laat ik deze nog even hierin. Heb jij hem of moet ik hem nemen? Pak maar. Nou, trouwens, doe jij deze, doe ik de kwarts wel. Oké. Bouw het na. Nee! Nee! Oh, niet nee. Bouwen! Nou, dit is van onze video's dat we vaker gedaan hebben. Oké, ik ben wel player 1. Nee, maar misschien moesten we dan wel allebei eentje hebben. Nee, want die andere was voor kwart, 100%. 100%. Ja, maar dan kunnen we wel allebei hebben. Ik ben player 2. Ik ben player 1. Oh, we kunnen wel kijken bij elkaar. Oh mijn god, inderdaad. Maar wat moeten we doen? Oh, nee, kijk die kant op. Bouw van onder naar boven voor het systeem, anders zal het niet werken. Hallo, kijk die kant eens op. Oh mijn god. Wat zie jij? Moeten we het nabouwen eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Ik zie wel de blokken, maar wat zie jij? Ik zie een bloemetje. Een vierkant blok met een bloemetje. Ja, ik ook. Oké, dus we moeten van onder naar boven nabouwen. Ik ga alle blokken die ik kan vinden eerst pakken. Maar ik denk dat je hem tegen die zwarte lijn aan moet zetten. Ja, tegen dat blok hier. Tegen dit ding moeten we nabouwen. Ja, dat zeg ik. Of moeten we elkaars nemen? We moeten gewoon allebei hetzelfde nabouwen wat we zien daar. Ik denk allebei hetzelfde inderdaad. Gast, ik vind dit zo een goede map. Ja, dit is leuk. Dit is echt leuk. En je moest van onder naar boven, hè, zei jij? Ja. Oké, ik heb alle blokjes. Ik heb ook alle blokken die ik kon vinden. Ga van jou stelen. Begin helemaal met green concrete. Hieronder. Nee, ik mis nog blokken. Moeten we blokken aan elkaar geven? Ik denk het serieus. Ja, dat denk Mag ik ook. Mag ik van jou... Komt ie. Van de... Oh nee, ik heb een blok geplaatst. Nee! Ik heb geen pickaxe. Mag ik je pickaxe lenen? Nee. Mag ik je pickaxe lenen, buurman? Ik ben even aan het bouwen. Je moet van onder naar boven, dus je mag niet blokken overslaan. Wat blokken overslaan? Ja, ik heb niet genoeg blokken. Mag ik je pickaxe even lenen? Ja, hier. Dankjewel. Ik heb iets nodig van jou, denk ik. Oh, wacht. Ik moet hier in het midden moet ik een lichte plaatsen. Zo. En dan zo. Ja, ik kom 2 donker... Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 donkergroene concrete tekort. Ja, maar dat heb ik ook niet. Ik heb er maar 4. Je hebt er maar 4. En ik heb heel veel blauw. Die kan ik wel allemaal gebruiken. Ik heb je blokken gemist. Ik heb er 6. Oh ja, die 6 heb ik nodig, denk ik. Okay, ik heb de pickaxe nodig en lime green concrete. Hoeveel? 1, 2. Hey, ik heb er 2 voor je. Heel toevallig. Dit is zo lijp in elkaar gezet, jongen. Zo, oké. En dan mouwen we het helemaal af, dat het klopt. Zo. En dan hier weer een groene. En dan hier weer een groene. En dan hier weer een gele. En dan blauw. Ik hou van jou. Ik heb weer geel nodig, Robijn. En zwart. Dat komt perfect uit. Wat klinkt je ineens anders? Ja, sorry. Hey, Toos. Hey. Robin heeft verbouwing boven. Dus hij moest even verwisselen van PC. Ja, en nu klink je weer gek. Hey, mijn is bijna klaar. Ik moest... het ding is dat ik zeg maar... Mag ik ook een zwarte? Dat is zeg maar een ding. En 1 oranje. Hoeveel zeg jij? Een zwarte en 1 oranje. Ik heb helemaal geen zwart nodig. En ik heb 3 witte van jou nodig. Die heb ik niet. Nee, oké. Maar dat maakt dan ook verder niet zoveel uit. Oké, ik denk dat als ik nu... Bouw jij hem trouwens gespiegeld? Gewoon echt zoals je hem ziet. Ik bouw hem hoe ik hem zie. Ja, ik ook. Maar dus dat is eigenlijk gespiegeld. Je moest hem nabouwen. Ja, ik bouw hem gespiegeld.
Want dan is het echt een spiegel. Alleen het ding is, ik moet nu de laatste plaats, alleen kom er niet echt bij. Nummer 4, nummer 3. Je hebt nog één blauwe nodig, of niet? Want ik ben klaar. Oh, je kan dan met de ladder omhoog. Dat valt me nu pas op. Hier, ik heb er nog één voor je. Die heb je nodig, denk ik. Waarschijnlijk wel dan, ja. Dank je. En dan ben je klaar? 3, 2. Oh. Nee joh, ik moet nog 14 blokken. 14? Ja. Bruh. 3, 2, 1. Go. Hey, echte bouwers zijn we. Persoon Redstone. Dit persoon is op een manier gelinkt aan een varken. Dat is ook Ido. maar wie is dit? Deze ben ik serieus verward over. Wie is er gelinkt aan een varken? Justin. Jordi? Ja, nee, hij is toch van familie. Hij zegt altijd dat het familie is. Dat klopt. Ja, dit is Jordi. Jordi zegt altijd dat varkens familie zijn. Dus we gaan door. Deze gaat over Jordi. We gaan naar Emerald. Dropper. Oh, nee. Wie was eerst? 3, 2, 1. Oh, jij bent al gesprongen. Oh. Ah, noob. Oh, 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 oh. Nee. Huh? Ik ben aan het spectaten. Ik denk dat dat niet de bedoeling is. Oeh, daar gaan we weer. Oeh, auw. Hij is serieus nog best moeilijk, deze. Ja, best wel. Oh, maar nu heb ik hem. Ja, ik heb hem. Jezus, ben ik weer goed, hè? Oh, oh niet te geloven. Hé, een kat. Toet. 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 Oh, pro. Oh. Dit persoon heeft het hartje van Walnut. Dat ben jij natuurlijk. Oh, oh, dat ben jij! Gesleed. Oh, er komt wat omhoog. Oh nee, dat is meteen. Nee, dit gaat denk ik over René. Deze gaat over René, jongens. Die heeft mijn hartje gestolen. Persoon Gold. Daar gaan we. Vind de 10 knoppen. Huh? Jezus, wat is dit? Wat maar is wat dit? Is dit? Is dit een tandarts? Ik weet het wel. Dit is een serieus tandarts. Oh, ik heb één. Kijk het gezicht. Eén. Oh, wacht. Even kijken. Oh, ik ga er eens op staan. Hey, dit zijn ook knoppen de ogen. Vier. Alleen er is geen feedback dat je erop geklikt hebt. Maar niet uit. Vijf. Oké, okay, we tellen ze. Zes. Zeven. Had jij die onder de nek al? Oh, zes. Zes zitten we er. Zes. Je kan omhoog hier. Ja, je kan klimmen via... Ah, pennootjes. Oké, okay, daar ben ik op de arm. En daar zie ik er niet nog één. Dat is een beetje teleurstelling. Oh, wacht. Hier kan ik heen. Ja, zeven. En dan hier nog één. Acht. Hoeveel moesten we er vinden? Tien. Tien, dus nog twee. Nog twee. Oh, daar. Ik zie er hier één. Hier hebben we het randje. Zo, dus nog één. Ja, was het goed. Oeh, waar is de laatste? Misschien in... Oh, in de mond! Ik zie hem al. Echt? Ja, in de mond. Alleen kom er net niet bij. Hij zit daar. Tandarts, kan je zijn tanden even wegsnijden? Dan kan oh, ik er ja, langs. Maar kom eraan. Hè? Hoe kom jij er wel bij? Ja, ik ben een tandarts, dat kan ik gewoon. Dit persoon let goed op het... Hè? Huh? Floor is... Ik weet dat Floor een tandarts is. Of een tandartsassistent. Ja, ja, dan, ja, dan gaat dit 100% over Floor. Want Floor is een tandartsassistent. Dit is zo leuk in elkaar gezet, jongens. Jongens, Beamer, die Beamer, wat goed. Laat even in de reacties weten wat je van deze map vindt, jongens. Laat gewoon eventjes weten wat je hiervan vindt, jongens. Dat is zo leuk. Wat is het? Zijn nu in het dolf beland? Of... Ja. Oei, ik ben Iedersen. Wat werd er ook echt gezegd dat het de wedstrijd is of zo? Of... Ja, zeker. De winnaar die krijgt... De winnaar krijgt wat? 10, want ik ben al boven. Ik ben nu een parcours aan het doen. Daar. Nee, serieus. Kijk boven je. Hallo. Oh. Oh. Ik krijg 10. Ik krijg 10, jongens. Ik weet niet dat, maar ik krijg 10. Oh. Oh. Ik ben er. Oh. Huh? Oh, ik moet serieus wachten op jou. Dat meen je. Oh, maar deze. Schiet nou op. Schiet nou op. Wat ben je doen? Ga nou. Als je weer faalt, hier faalt hij net ook. Dan ben je echt heel slecht. Kijk, hè? Oh. Doet hij het nou niet, serieus? Moeten we ze niet allemaal tegelijk activeren dat we heen en weer moeten rennen? Of moesten we iets meenemen? Dat meen je toch niet? Oh, we hebben hem! Dolf, bro! Ineens deed hij het gewoon. Robin had het even gefixt. Maar Robin, jij bent hier niet. Waar ben je? Bij jou doet hij het niet. Oké, okay, maar we hebben Netherite. En er staat de meest bekeken stream van deze persoon is in Roerveen. Is dat dan... Justin of jij of Ido? Nee, want Ido hebben we al gehad. Dus dit is Justin of jij, denk ik. Ik voel me gevleid. Hoezo? Met de meest bekeken stream. Dat is toch... De meest bekeken stream van deze persoon is in Roerveen. Het gaat niet over in het algemeen, maar gewoon... Deze is in Roerveen. Ik heb twee netherite blokjes. Die andere is voor jou. Oké, okay, dan hebben we nu buurman Giels gereedschap nodig. Die heeft... die is voor level kwart. Gaan we die nodig hebben. Ben jij ready voor het laatste level? Ik wel. Oh, wacht. We hebben nu al aardig wat dingen gedaan. Wat denk je dat we gaan doen? Ik gok, want het ging over iedereen. We hebben iedereen, behalve voor mijn gevoel, mij gehad. Gadverdomme. Ja, het is toch zo? Ik bedoel, wat... Ah! Nee, sorry, ik sloeg mijn meneer. Plaats redstone op redwool en lever op de
lever en lever op de kwartsblok. Oké, plaats redstone op de Red Bull en lever op de kwartsblok. Dus hier... Ja, maar zie je, heb jij nou die andere pickaxe of niet? Ja, die heb ik hier. De buurman schilgereedschap. Ja, en nog één, of niet? Nee, die heb jij toch? Nee. Oh, dan ben ik de enige die het moet doen. Lekker voor je. Oké, dus we moeten redstone op de Red Bull plaatsen. Dus we moeten een, kijk, we moeten een patroontje naar TNT maken hier. Dus dan hebben we redstone nodig. Ik ga wel even minen, joh. Hè? Dat doe ik gewoon. Hé, ik heb een lever gevonden. Een lever, sorry. En dit is iets heel anders. Emerald. Oh, we moeten emerald traden met mine meneer waarschijnlijk. Oh, mine meneer. Ja, het mine meneer. Moeten we traden met hem? Hallo, ga springen. Hallo, mine meneer. Ja, redstone. Kijk, doen we zo. Dan aan jou de eer om die te plaatsen. Dan gaan we het opplaatsen. Ben je er klaar voor? Nee, 3, niet helemaal. 2, 1. Huh? Oh! Ik schrok van. Oeh, dit was hem. Was dit hem serieus? Ja, dit was hem. Opblaastalen. Maar... Opblaastalen. Nee. Willem. Wat doen we dan in hoofd over Willem? Huh, waar zijn we? We hebben de hoofd niet. De blokken nee, niet de blokken hadden we bij ons moeten houden. We zijn in een heel andere ruimte beland. Bram, Floor, Ido, Nathan. Oh, Nathan had ik niet doorgehad. Justin, Robin, René, Max. Huh, was ik er ook bij? Oké. Ik ga ze op miraculeuze wijze ophalen. Ja, ga jij... Link het juiste blok aan de juiste persoon. Doe dit door het juiste blok boven de correcte sign te zetten met behulp van de tips. Ik vind het wel heel teleurstellend dat Fastpo en Doevoet allebei een derbe zijn hier. Oké, Robin, we beginnen met ijzer. Wat was ijzer? IJzer. Wat was de tip? Deze persoon zorgt voor jouw brood op tafel. Ik gok dat het dan niet René is. Misschien ben jij dat, daadwerkelijk. Ja, waarom zou... Omdat jij mij vaak helpt met opnames. Oh, wacht. Wat? Ik snap hem al. Ik zorg voor jouw brood, ik zorg voor jouw geld. Ja, exact. Jij bent mijn slaaf. Dat is natuurlijk, natuurlijk ben jij dat. Oké, wie is Diamond? Wat is de tip bij Diamond? Dit persoon waakt over het zand. Dan is dat, gok ik. Huh? Wie waakt over het zand? Dat is niet Nathan, toch? Wie waakt over het zand? Nee, René ook niet. Oké, we skippen Diamond wel even. Wat is Lapis Lazuli? Deze persoon is gefaald voor de politieconditie. Oké, dat is Edo. Dat is 100% Edo. Ja, wat is de redstone? Deze persoon is op een manier gelinkt aan een varken. Ja, ik gok Jordi, maar die staat er niet tussen. Ja, dan denk ik Justin. Waarom Justin? Hij is een boer. Oh, het is natuurlijk een boer. Oké, wacht, we skippen hem nog heel even. Emerald. Dit persoon heeft het hartje van Walrus. Ja, dat ben jij natuurlijk. Oh, maar die is zelfs... Nee, dat is een nee. Oké. Goud. Dit persoon let goed op het gebit. Dat is Floor, denk ik, want Floor is een tandartsassistent. Netherite. De meest bekeken stream van deze persoon is in Roerveen. Ben jij dat niet gewoon, gast? Ja, I guess so. Want dat is mijn 12 uur stream. Oké, dat is Quartz. Willem. Oké, dat is logisch. Oké, dan doen we nog één keer Diamond. Welke was dat? Dit persoon waakt over het zand. Ik gok dan Nathan. Ik zou alleen niet snappen waarom, maar ik dat is dan niet. Toch Nathan? Ja, dat denk ik. Alleen, wat wel heeft Nathan met zand? Oh, hij is een lifeguard natuurlijk! In het echt. Oh. Nathan is een lifeguard. Die is, hoe noem je dat? Een... Zandmeester. Een zandmeester. Dat is Nathan natuurlijk, duh. Oké, redstone was? Een varken. Ja, dat zal dan wel Justin zijn. Ja, of ja, want jij ziet er natuurlijk ook wel uit als een ja, oké, maar dit komt ie. En dan dit is over de Roerveen stream. Ja. Oké, 3, 2, 1. Ik denk dat we iets fout hebben gedaan. Heb ik een varken? Komt dat fijn? Ja, dan hadden we Dikkie Dik, ja. Ja, maar ja. Oh, zorg voor brood op tafel. Robin is... Justin is een boer. Misschien is dat het. Hij zorgt voor het brood, omdat hij een boer is. Dus, maar nu zeg je dus dat ik een varken ben. Ja. Jij bent het varken. Waarom ben jij het varken? Waarom klopte dat? Oké, dus het kwam erop neer. Ik had met de Roerveen stream, René met het hartje. Jij bent het varken. Justin voor brood omdat hij een boer is. Nathan, die is een lifeguard. Ido gefaald voor de politietest. Floor met de tandarts. En Bram, Willem. Maar waarom ben jij gelinkt aan een varken? Kom eens tevoorschijn. Nee. Kom eens tevoorschijn. Nee. Hè? Jongens, laat nu even in de reacties weten als jij weet waarom Robin gelinkt is aan de varken. Robin. Ik vind echt niet leuk. Oké, desondanks vond ik dit echt een leuke map. Dit was een hele leuke map, jongens. Vond je dit nou leuk? Abonneer dan zeker even. Like ook even. Nogmaals, je kan naar deze mail kan je eigen map opsturen als je ook zo'n leuke map van de kijker wil maken. En dan nu ga ik nog een keer mijn hand zo doen, want kijk nu deze video. Dit is ook een leuke map van de kijker. Een oude deel, ook van Fastpo en Doevoet. Ook een hele leuke map, dus gewoon lekker kijken. Nu spreek ik later, glaasje water tot 4. Flesje bier, tot de volgende keer. Yeah!